Hoi, ik ben Erik en vandaag zit ik met een heel groepje. Linda, Gino en Jalmar. Jalmar, ik moet het goed zeggen. Vandaag gaan we een hele nieuwe gay talk opnemen. Ik heb het echt al heel lang niet meer gehad over homoseksualiteit. Wat ik wel heel erg belangrijk vind, omdat ik zelf ook homo ben en deze mensen dus eigenlijk ook. Allemaal. Je bent biseksueel. We hebben vragen binnengekregen op Instagram, die gaan we nu beantwoorden voor jullie allemaal. En het wordt helemaal leuk, gezellig jongens! Yeah! Nou, ik ben Jalmar en ik ben nu onderhand een jaar uit de kast. Een jaar uit de kast inderdaad pas, dus dat is wel heel leuk dat we jou erbij hebben. Een nieuwe. Gino, ja, ik ben Gino en ik ben al 5 jaar uit de kast ongeveer. Ik ben Linda en ik ben, ja, ik vind niet echt dat ik uit de kast ben gekomen, maar ik ben gewoon wel een soort van, ja, eigenlijk gewoon biseksueel en ik denk dat ik dan sinds maart uit de kast eigenlijk ben. En ik ben inderdaad degene die al 10 jaar nu uit de kast is dit jaar. Dus ik heb zeg maar het meeste ervaring en het jubileum. We gaan het vieren, yay! Nou, dan komen de vragen hoor jongens, dan komen de vragen. Altijd Daniel en nog heel veel mensen die hebben gevraagd, hoe reageerden jullie ouders? Mijn ouders die hadden al best iets van, ja dat is toch goed. En mijn vader zei gelijk van, nou ik vind het alleen maar een eer dat je het ons wil vertellen. En dat was alleen maar fijn. Nou, ik heb het ook als eerste aan mijn ouders verteld. Ja, en mijn moeder die was me eigenlijk een beetje uit de kast aan het trekken de laatste paar maanden. Dat was echt wel een beetje van, oh ja. Nee, het maakt niet uit wie je bent of wat je bent, maar ze zegt altijd van ja, toen je eruit kwam zetten, toen wist ik het al. Ja. Ouders, hey, hallo, ik ben verliefd op een meisje, dus dat was dan eigenlijk een beetje mijn uit de kast coming. Was het voor een hele moment? Of... Nee, maar voor mezelf wel, want ik zat echt erg te huilen gewoon, terwijl het helemaal niet erg is, maar toch, ik denk dat iedereen erbij moet huilen. Ik heb ook echt, huilen hoort erbij, want ik ben helemaal geen huilenbalk, maar toen ik dat moest gaan vertellen, ik echt de kamer binnenkom. Ja. Ik had echt het moment dat ik dacht van ja, nu gaat mijn leven veranderen, nu wordt het echt, nu wordt het officieel en nu ga ik het vertellen. En dat was zo beladen. Ja, mijn hele coming out, dat staat ergens op YouTube, dus dat kan je wel nakijken. Ja. Volgende vraag is of wij wel eens gepest zijn omdat we homo of bi zijn, dus Nou, niet echt gepest, maar ik voelde me wel heel erg soort van niet thuis. Meer op school zeg maar toen ik het eenmaal verteld had. Ik was 15, dus ja. Ik denk dat je vooral jezelf een beetje in de weg loopt. Omdat je jezelf druk maakt om het feit van, oh straks word ik gepest. Terwijl als je er heel open in staat, dan zien mensen dat ook. En dan valt het wel mee. Bij mij viel het wel mee omdat ik meteen heel erg mijn houding veranderde van, ik ga niet het voorzichtig vertellen. Maar als mensen er naar vragen, dat is goed. Ja. Dan vertel is ik het dan wel. Ik denk dat er vooral op school heel veel meiden zijn. Zeg maar als je zelf een jongen bent. Heel veel meiden vinden het juist wel leuk om inderdaad een homo vriend en zo te hebben. Ja, en dan is het gelijk van, oh, ben je uit de kast gekomen, ben je leuk? Dan zouden we jongens gaan kijken, kunnen we shoppen? Mannen hebben meestal over het algemeen wel meer problemen, zeg maar, altijd mee. Maar ik moet wel zeggen, bij mij dus, ik heb dan op hele jonge leeftijd, op mijn 12e er al over getwijfeld. Heb ik het een keer aan 1 iemand verteld, is het opeens de hele school rondgekomen. Nou, ik was 12, ik zat in de brugklas en toen werd ik daar dus mee gepest. Of tenminste, mensen deden er vervelend over. Want ja, ik was heel erg jong. Maar toen heb ik het, vanaf toen heb ik het altijd ontkend en toen is het heel lang weggebleven. En nu vanaf mijn 16e, 17e is het eigenlijk weer terug, die twijfels eigenlijk. Hebben we nog tips voor de mensen die er nu ook mee zitten, zeg maar? Ik denk er heel zeker over zijn. Als je gewoon laat zien van, hey, het maakt mij niet uit. Ik denk dat heel veel mensen daar wel problemen mee hebben. Want er is natuurlijk heel veel onzekerheid over de middelbare school. Je moet het eerst met een groep, echt een vaste, sterke groep niet bespreken, denk ik. Iemand die je echt vertrouwt. Ja, want als je in ieder geval 1 iemand hebt die achter je staat, dat was voor mij genoeg. Ik denk als je maar 1 iemand al hebt waar je inderdaad wel heel goed mee door de bocht kan en die het ook inderdaad accepteert en zo, dan heb je al zeg maar een beetje een soort, hou vast van, oh hier kan ik wel lekker mezelf zijn en Volgende vraag! Hoe gaat het nu met jullie? Alsof we een hele zware ziekte hebben gehad. Ja. Ik heb ook best wel een heftige vraag. Vond je het vroeger niet zeg maar erg dat je homo bent? Dat je jezelf misschien niet zou accepteren? Of? Ja, precies. Ja, ik denk het misschien wel, omdat je niet meer in het plaatje past. Misschien klinkt dat een beetje gek. Je valt niet binnen de norm meer. Ja, je hoort niet meer tot de meerderheid, dus je wordt een soort van apart groepje. Maar dat is in het begin misschien een beetje raar, omdat je zegt van ja, dit kan ik niet meer. En dat was voor mij bijvoorbeeld van, ik kan geen kinderen krijgen met mijn partner, weet je, dat soort kleine gedachten. Ja, heb ik nooit echt gehad of zo? Ik weet niet, ik had het altijd een beetje van, nou dit ben ik een, zo be it. Ik had dat ook, toen ik jonger was, dat ik het eigenlijk een beetje wegstopte. Dat ik zie dat van, ja, maar het klopt niet en zo ben ik niet. Ja, toen had ik ook vroeger, ja. Ja, en dan had ik wat met een meisje en dan had ik uiteindelijk zoiets van, het is het toch niet. En ik val toch wel op mannen. Dat is ook wel lastig. Ik denk als je heel jong bent en dan kan je misschien echt wel het gevoel hebben van, oh ik ben raar en ik ben anders. En dan ben je heel bang.
Dat had ik dus vroeger ook al, maar dan heb ik het echt over de leeftijd van 12, 13, 14 natuurlijk. Maar als je dus inderdaad ouder bent, dan ga je toch jezelf leren accepteren. Ook niet alleen op dit soort vlakken, maar ook gewoon op andere vlakken natuurlijk. Ik denk dat ik meer een beetje had van dat ik bang was voor de reacties. En niet echt dat ik dacht van, ik ben raar of zo. Ja, dit klopt niet. Ik was meer bang gewoon voor de buitenwereld. Zo van, oh, dat zullen anderen wel niet van denken. Ja. Nou, ik heb ook nog wel een leuke vraag. Iemand vraagt van, ja, hoe kan je zeg maar herkennen dat iemand ook biseksueel of gay is? Ja, ik denk dat het voor vrouwen vooral moeilijk is. Ben je daar misschien? Hoe vind je, hoe vind je lotgenoten? Ja, ja, soms zijn natuurlijk lesbische vrouwen die super overduidelijk lesbisch zijn, maar dan moet ik eerlijk zeggen, die vind ik niet zo aantrekkelijk. Maar ja, ik denk dat er nu tegenwoordig door internet, dat je daardoor misschien nog best wel heel makkelijk mensen kan vinden die zelf ook biseksueel zijn. Omdat Tinder! Je gewoon, ja, nou bijvoorbeeld Tinder, dus dat is alweer leuk. Maar in het echt, echt op straat, is het best wel lastig. Ik heb nooit echt dan een vrouw gezien waarvan ik dacht, nou hè, die zou misschien wel eens ook lesbisch kunnen zijn en die zou mij wel leuk kunnen vinden, dat heb ik niet gehad. De homo man heeft zeg maar zoiets als een gaydar, noemen ze dat zeg maar. Mijn gaydar werkt heel slecht, dus ik heb ook nooit in de gaten. Ja, mijn werkt heel goed. Als er iemand voorbij loopt en moet zeggen, kijken naar die, dat is wel wel. Maar ja, jullie hebben meer natuurlijk aan bijvoorbeeld bepaalde websites hoe je in contact kan komen met mensen. Dat zal ik wel even in de beschrijving zetten. Jong en Oud is wel een... Jong en Oud is inderdaad sowieso een hele goede website om aanraden. Dus ik zet dat allemaal in de beschrijving, kan je dat allemaal lekker nalezen en lekker... Ik had de vraag gehad van, moet je hele leven uit de kast blijven komen? Want als je een nieuwe kennismaking hebt of nieuwe mensen... Nieuw werk of inderdaad een nieuwe klas, een nieuwe school, weet ik veel allemaal. Ik had het wel heel erg op mijn werk. Een soort van drang om zeg maar te laten te weten wie ik ben, zeg maar. Dat stukje, zeg maar, de homoseksualiteit, wilde ik wel een soort van openbaar hebben of zo. Ik had een beetje het gevoel dat ik over bepaalde dingen niet kon praten of zo. Mensen die herkennen het vaak wel, een soort van bij mij. Maar ik sta er zo in dat ik zelf op het begin een beetje grapjes erover ga maken of zo. Dat ik het dan, zeg maar, een soort van vertel. En is het van, oh, je bent homoseksueel, ja, en ik heb ook een vriend en bla bla. En dan is het meteen gewoon makkelijk. Ja, ik denk dat het wel makkelijker is als je ook inderdaad zelf al een relatie hebt. Ik vertel dat een beetje tussen neus en lippen door. Ja, dus gewoon lekker makkelijk. Ja. Gewoon laten weten van, nou, ik vind vrouwen ook aantrekkelijk en hè, helemaal leuk. Ik was ooit verliefd op een vrouw en klaar. Ik denk dat het ook wel makkelijker wordt naarmate je ouder bent. Het is echt eigenlijk, wacht gewoon even. Als je ouder bent, dan wordt het allemaal wat duidelijker en zijn er misschien minder twijfels. Ja. En word je er zekerder over, dus dat is sowieso al. Hou vast of zo. Ja. Nou, omdat we zoveel vragen hebben gekregen, wordt dit gewoon deel 1. Dus er komt hierna nog een deel. We hebben nog een vraag voor jullie. Oh ja. Hebben jullie misschien mensen in jullie omgeving die homoseksueel zijn of biseksueel? En hebben jullie daar... Vertel gewoon jullie ervaring met dit onderwerp. Ja. Verhalen, lekker... Ja, laat het hier beneden lekker achter in de reacties. Ik ben zeer benieuwd naar al jullie verhalen en reacties. Vind je deze Gay Talk video's nou leuk? Geef dan even een dikke duim omhoog. Abonneer je op dit kanaal. Ook op die van Linda. Jammer, die naast me zit. Het is geen YouTuber, maar hij heeft wel een hele leuke blog. Met bijvoorbeeld je coming out verhaal en hoe het nu zeg maar een jaar later is. Dus wil je dat even checken, staat ook allemaal in de beschrijving. www.wallflower.nl. Ja, yes. Wallflower. En jongens, bedankt dat jullie hier waren. Ja, ja, maar tot deel 2. Tot deel 2, er komt een deel 2 aan. Dus tot dan zou ik zeggen, doei. Doei.